heel veel waarnemen en de agrorobotie kan dat veel vaker doen dan dat we dat met mensen zouden kunnen doen. Dirk van Apeldoorn, ik ben docent onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Research en ik doe onderzoek naar gewasdiversiteit. Een van de dingen die ik onderzoek is strokenteelt en binnen de strokenteelt maak ik gebruik van de agrorobotie. Dit is onze robotie, ons nieuwste robot. Het is een autonoom platform. We momenteel camera's inhangen die de onderzoekers kunnen helpen bij het doen van waarnemingen. Normaal gesproken moet de onderzoeker dat zelf doen. Dat kost nog veel tijd en ja, daarmee geld. We denken dat we met een robot die dat autonoom doet, dat we veel betere waarnemingen, veel vaker waarnemingen kunnen doen. Zodat de onderzoekers betere data hebben voor hun onderzoek. En de strokenteelt, dat is nog gewoon goed te doen met de huidige techniek. Maar uiteindelijk willen we naar die gewasdiversiteit waar alles door elkaar staat. En daar hebben we nieuwe data voor nodig. Daarom zijn we bezig met onderzoek naar pixelteelt. En daarin doet de robot die de waarnemingen